Het kan nog wel even duren, maar Luc Krotwaard droomt al van een trainingskamp voor atleten in Kenia. Samen met zijn compagnon Peter Simon wil hij in de toekomst het trainingscentrum van de atleten Lorna Kiplagat in Kenia overnemen. Daar zouden dan Eindhovense talenten terecht kunnen om te trainen. Ja, dit is echt een droom van ons en wij zoeken naar samenwerking in welk verband dan ook in Kenia. Het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. Dat weten we nou nog niet, maar als er een droom voorbij komt, dan zitten we allebei wel zo in elkaar, zowel Peter als ik, dat we het niet zomaar voorbij laten gaan. We moeten het altijd wel een goede kans geven, dat we later nergens spijt van hoeven te hebben. Krotwaard en zijn compagnon Peter geven nu al hardlooptrainingen in de regio en willen dat in Afrika uitbreiden. Kijk maar naar alle grote wedstrijden. Het zijn vooral de Kenianen die de prestaties leveren. Maar dat niet alleen van oudsher. En zeker ook waar wij naartoe willen. ITN, het hart van het hardlopen. En dan in Kenia. Daar is het allemaal begonnen. Dat is de bakermat. Volgens Krotwaard en Simon zijn zij de ideale personen voor een centrum in Kenia. Omdat ze de cultuur in Afrika goed kennen.